Yo mensen, tof dat kijken deze video. Mijn naam is Wesley van VivoBoy1999 met vandaag weer de nieuwe Jens Stoornstra Manager Career Mode. En in deze aflevering gaan wij beginnen met de wedstrijd tegen PSV, de topper in de Eredivisie. We gaan met onze elftal spelen zoals het hier nu wel een beetje staat. Gewoon dezelfde elf, alleen Van de Beek gaat zijn debuut maken, de enige aanpassing in plaats van Cisse dus uh, Sven van Beek terug bij Feyenoord en mag dus ook de wedstrijd hier beginnen tegen PSV. En we gaan zien wat het gaat worden voor Feyenoord hier in de topper in de eredivisie. De in Eindhoven staan de ploegen tegenover elkaar. En gaan we gaan mogen kijken wat het, uh, gaat worden in het begin van deze wedstrijd. Velena, Bozenik, Vitenna, Vitenta, hoe het ook wil zeggen, en Geertruida. Geert Ruyda, de voorzet, wordt nog onderweg weggehaald. Sangare. En nu PSV weer met het bal bezit. Deuk wordt goed gezet door Azevedo, die we nog niet echt gezien hebben. De debuut ging natuurlijk eigenlijk goed nadat hij uh, balk moest vervangen. Maar hier bij Feyenoord weten we niet echt draai te vinden en de plek van Sinisterra over te nemen. Dat is natuurlijk heel lastig om zijn plek over te nemen van Luis Sinisterra. De buurt bij Feyenoord weer terug waar het van begon. Sven van Beek, daarna niet echt een uh, ja, goede carrière gehad, vandaar wel nu weer terug in Rotterdam, nu spelend in Eindhoven. Bozeniek, Woymark, Vitenta en die krijgen er niet in de bal te laat. Vertessen, Vertessen krijgt hem hier bij zijn medespeler, We oppassen nu voor Feyenoord, Veerman, Veerman die daar zo langs komt. Terug naar achteren speelt. Sadilek Sangare. Sadilek Sangare. Het is uh, het hele weer tikken even van PSV. Hamaljo. Flanken nu gewonnen met Gutsen. Sangare. Nou, PSV moet steeds terug. Omdat uh, Varen het wel goed de verdedigende, verdedigend speelt. En nu kan Vaer er zelfs uitkomen hier met Waljemark. Walje Mark dan. Walje Mark. Jazeker. Het is de voorsprong voor Feyenoord. Het is Walje Mark met zijn doelpunt. Aardig door fout daar in de opbouw bij PSV. Komt Feyenoord op 1-0. Ondertussen nog steeds de eerste helft. De 33 minuut loopt. Feyenoord met het balbezit. bezit. vraag is. Uh, ja, hier uh, lokt Feyenoord eigenlijk een beetje uit dat hij die bal uh, afpakt. En dat gaat ook gebeuren. Alhoewel Feyenoord nou terug heeft. Van Week, Jago en Pedersen. Walje Mark. Mark zelf. Richting Bozeniek. Terug naar Waljemark. Die kan zomaar zijn tweede binnen schieten. Dat kan hij, dat weten we dat doet hij ook. Waljemark met de 2-0. En zijn tweede in de wedstrijd. De man in vorm. Ja, type Berghuis. Zo kan je hem zien. Hopen dat hij niet dezelfde stap doet als Berghuis deed. Maar het is wel 2-0. Nu de hoekschop van Feyenoord in de tweede helft alweer. Vitenta. Of hoe het ook. Ja, maakt niet uit. In ieder geval wel veilig met de aanval. Dit schot wordt weggehaald door de verdediging. Opgevangen hier door, uh, ik wou zeggen Feyenoord, maar Marderweek heeft hem onderschep en dan balen we hier dus voor PSV. Uitkijken, Marderweek wordt hard onderuit gehaald door uh, een tegenspeler, speler van Feyenoord, Azzavedo. En uiteindelijk is het dan uh, de hoekschop, of de hoekschop, de ingooi van Feyenoord, wal Mark Pedersen. Vitenta. En dit is de hart. Alhoewel, nee, hij ja, houdt een binnengit trauider. Dat is goed gedaan door de Feyenoord. Zo behoudt Feyenoord de aanval. Dit is zorg. zo aan de voeten van het tegenspeler. En dan gaat het nu weer de andere kant op. Toch weer in de voeten van Bojanic gespeeld, die de bal bijna ook keer kwijtraakte. En nu weer de bal voor PSV is. Gaat een beetje overweer, die fouten aan beide kanten. Minuut 58, PSV nu met de bal bezit. Maar dat is het, bijna steeds een 2-0 voor Feyenoord. Twee keer Walje Marek. Hier nu weer een aanval voor Feyenoord. Robert Bojanic, in de redding van uh, Muller. De domme van PSV. Lewis. Sadilek. Vertessen. Sadilek. Nog steeds de bal zit voor PSV. Vertessen. Maruweke. Pedersen komt hier langs. Ja, goed gedaan. Jago. Nu de opbouw weer voor Fijn, hoor. Dessers. Dessers. Goed. Dessers. Robert Bojanic kans nu voor Feyenoord, Bojanic en terug op Dessers en nee Dessers, Jago die scoort. Centrale verdediger meegekomen van achter en die schiet hier de 3-0 binnen. Perfect gedaan door hem. Maar Angelo erin komt voor Van Beek. In de laatste 20 minuten de 3-0 voorsprong voor Feyenoord is hier in de topperen in de Eredivisie. Veerman, Gutsen kans voor PSV en die valt ook. Het is de doelpunt van Mario Gutsen. En de 1-3 voor PSV op het scorebord. Een doelpunt dan toch nog hier voor PSV. Bosinić, Pedersen, Pedersen. Goed. Waljemark. Waljemark. Komt een voorzet van Waljemark. Doet hij lang over? Gebeurt toch uiteindelijk. Komt hij niet lekker voor een uh, medespeler? Wijser Ingekomen of Wijser neergekomen voor uh, Vilhena? Vertessen, Gutsen. Onderschept nu hier door uh, Pedersen. Krijgt hem toch nog bij Vitinta. Angelo. De Italiaan. Vanuit Zuid-Techt natuurlijk. Waar we natuurlijk van kenden. Laatste 10 minuten nu. Nog steeds 3-1 voor Feyenoord. Het, Feyenoord wil meer en dat gebeurt ook. 4-1. Robert Bozniak met zijn doelpunt. Weer met zijn doelpunt volgens mij. Hij scoorde ook de 3-1 als ik het goed heb. Zo staat Feyenoord met 4-1 voor. Dessers, dat niet je gezien. Wil natuurlijk ook een duit in het zakje doen. En dat doet hij ook, want hij ziet de 5-1 binnen. Seriel Dessers, 5-1 voor Feyenoord tegen PSV in Eindhoven. Ja, het lijkt er niet meer fout te kunnen gaan voor Feyenoord. Sowieso niet. Krijgen we een keeperswissel, dat is verrassend. Want Bijlo gaat eruit en de keizer komt erin. Misschien ook met het oog eh, dat we misschien wat belangrijke wedstrijden aankomen. Maar dat is wel verrassend. De keeperswissel dus bij Feyenoord. Bijlo eruit, de keizer erin. En Bijlo is daar niet echt blij mee. Justin Bardo is niet echt blij met die wissel. Gefrustreerd loopt hij naar Jens Stoenstra. Wat hopen dat het geen consequenties heeft. Maar wat er wel gaat gebeuren is een strafschop. Jago met de overtreding ballert op de stip. En dan moet de keizer amper in het veld. Deze strafschop ziet de keren en dat doet hij ook. Merculeuze redding van de keizer. En zo houdt de keizer zijn doel schoon. In die minuten dat hij ingevallen is. Perfect gedaan door hem. En Bailo vreet zich op. Juicht er niet bij die redding. En nu juicht hij ook niet bij deze 6-1. Dan ga je toch afvragen. Staat Bailo de volgende wedstrijd nog onder de lat bij Feyenoord? Laten we het van gans harte hopen dat hij zelf gewoon wil spelen. De volgende wedstrijd. Deze wissel werd in ieder geval niet begrepen door Bailo. We hebben nu interlandwedstrijden. wedstrijden Met Denemarken. Vieschappelijke wedstrijden volgens mij. Of wedstrijden, die zijn dan voor de volgende aflevering. Als het wel, wel EK-kwalificatie is of WK-kwalificatie, dan zijn die voor de volgende aflevering. En verschappelijke wedstrijden simuleer ik gewoon. We gaan eerst de laatste uurtjes door. Hier de transfer Dead en maar ja, er komt niet zo echt veel bijzonders meer aan. Uh, wij, wij gaan geen spelers meer halen. Er komen geen spelers meer, gaan, gaan geen spelers meer weg. Dus uh, ja, we gaan nog even kijken of we nog wat nodig hebben. Maar nah, wat hebben we nog wat samen Laatst, ja, maar dat is gewoon te duur. Dus dat uh, wordt hem niet. Ik ga gewoon uh, uh, even kijken. Ja, volgens mij zitten we wel redelijk goed spelers. Ik kan het wel proberen, Malatia, maar het is gewoon echt te veel. Het is gewoon echt te veel. Ze willen te veel. Ik kan wel eens proberen te ruilen. Maar ja, Pedersen misschien, maar dan willen ze even kijken. Nee, gaan ze wijzen ze gelijk af. Dus dat uh, wordt hem niet. Voor nu dan. Malatia terug te halen. Dan hebben we nu ook dus de laatste uurtjes die ingaan tussen uh, in de transfer deadline day. Laatste drie uur niks gebeurt en uh, het gaat ook niets meer gebeuren ook. We blijven met deze elf staan plus wat op de banken zit op de wisselbank en op de reservebank. Dus uh, we gaan het wel hopen dat het uh, een goede wedstrijd wordt. worden. Kwalificatie voor het EK die zijn dus voor de volgende aflevering tegen Noord-Ierland. Een andere ben ik even kwijt, maar die gaan we ook de volgende aflevering spelen. De twee uh, Kwalificatiewedstrijden met het Nederlands helftal. Hopen op een uh, goede EK-kwalificatie. We staan nu op een derde plaats. We willen natuurlijk uh, meedoen aan een EK. Dus dan gaan we de volgende aflevering aandacht besteden. Noord-Ierland en Zweden. Dat is voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. En later.